Maar nu eerst onze hip van opvlogster Kirsten, die elke week een leuke do-it-yourself laat zien. Hoi allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je van een oude theedoek een haarstrikje kan maken. Nou, allereerst leg ik de theedoek even plat en dat doe ik met de achterkant naar boven toe. Dan pak ik een liniaal en de bedoeling is dat je 20 cm bij 15 cm gaat knippen. Maar hier dit stukje rand knip ik wel even af, want die hebben we zometeen nog nodig. Pak ik mijn rechthoekje er weer bij en ik wil graag deze kant gebruiken voor het strikje. Dus ik zorg ervoor dat ik hem dubbel vouw met die kant naar binnen toe. En dan pak ik de lijm erbij en ga ik deze lijn hier ga ik lijmen. Zo, ik heb ongeveer een half uurtje gewacht en hij is nu weer droog. En dan ga ik hem nu binnenste buiten vouwen. En wat ik nu ga doen is ik ga ongeveer in het midden even een beetje lijm doen. Hier bovenop vouwen. En ook hier doen we een beetje lijm bovenop. Dan is dit nu het resultaat en hiervan gaan we dus het strikje maken. En daarvoor moeten we hem in het midden gaan vouwen. Ik vind dit wel heel erg mooi. En dan pakken we nu onze afgeknipte rand er weer bij. Dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik ben er heel erg blij mee. En als je nou meer van mij wil zien, moet je zeker even naar het YouTube kanaal van Hip van Op gaan.